Leuk dat je kijkt naar weer de vierde aflevering van Summer in the City. We zijn nu op Leuvenhaven en we gaan weer de stad in op onderzoek uit. Laten we gaan! Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead. Walking on the sidewalk harder than a match here. Don't know me, I don't know who you are, but I know that you live with me under these stars. Oh, I don't know you, you don't know who we are. Oké, we zijn nu dus op Witte de Wit en we zijn hier bij Showroom Mama. We zien op de ruit staan I Love Camp en er staan binnen tenten. We gaan. Kom. But I'm on your team, you can throw me the ball. You move in ways and play rules I don't know. Or they strange, that's okay, I'm a fast learner, so let's go! Amigo! Let's go! Nathalie, we zijn hier in Showroom Mama, maar wat gebeurt hier op dit moment? Nu zijn er 5 teams zich aan het voorbereiden om zo meteen 24 uur lang het tegen elkaar op te nemen met legpuzzels maken. 24 uur lang? 24 uur lang. Dat is heftig. Straf, zoals de Vlamingen zeggen. En wij dachten dat legpuzzels een uitstekende manier zijn om je langer te engageren met kunst. Maar, en we vroegen ons af wat er zou gebeuren als je er een competitief element aan zou plakken. Ik zag op een blaadje liggen, of op tafel ligt een blaadje, waarop staat dat je ook aftrekpunten krijgt. Je krijgt er punten bij. En hoe zit dat? We hebben een heel, nou niet complex, maar gevarieerd scoresysteem bedacht. Het is namelijk niet alleen maar een legpuzzelmarathon, maar een legpuzzel-karaoke-marathon. Van legpuzzelen, als je dat veel doet en geconcentreerd, krijg je daar ook wat rugklachten van. Dus er zullen regelmatig karaoke-intervallen plaatsvinden om ook weer even de spieren wat te versoepelen. En gaan jullie ook slapen, denk je? Deze tenten zien er wel goed uit. Ik ben best wel moe eigenlijk. Dus ik hoop het niet, want ik zie net dat we punten verliezen, maar ja. Oh, je verliest punten als je in de tent gaat liggen? Ja, zeker. Oh, dus ja. Dus... Je verliest punten als je gaat slapen, of als je even naar buiten gaat, of als je opstaat en als je niet mee wilt zingen met de karaoke. Dit is één activiteit als onderdeel van I Love Camp. En I Love Camp is 2 weken lang een viering van het groteske, van de slechte smaak, van eigenlijk alles wat zo over de top kitsch is dat we camp mogen noemen. Welkom! This is really great. So welcome to the very, very first 24-hour non-stop fun Jigsaw Karaoke Marathon. Amigo! Let's go! I'm gonna follow if you take the lead. Strangers, jongens, wat is jullie techniek hier? Geen techniek? Pixels, pixels. Ik ben pixels aan het verzamelen. Ja, boekjes. Ja. Boekjes. En zijn het alles wat oranje is? En hoe gaan jullie deze 24 uur overleven, denken jullie? Niet. Het is nu 2 uur later en we zijn weer terug van mama. En we gaan even kijken hoe het met de mensen staat die de puzzelwedstrijd aan het doen zijn. Houden ze het nog wel vol? Nou, ik heb wel verteld deze 20 stukjes weten te verbinden. Ja. Ik ben mijn team echt naar victory aan het leiden, dat is duidelijk. Ze hebben nog 22 uur te gaan hier binnen en ik ben heel benieuwd hoe ze hier uit gaan komen. Maar we hoorden ook van iemand hier binnen dat ze naar een poolparty zouden gaan van Bar, maar dat ze het niet kunnen. Dus laten wij dan maar gaan, want dan hebben we namelijk onze hele vakantie eigenlijk compleet. We hebben gekampeerd dan, we zijn naar een poolparty geweest, we hebben op het strand gezeten. Alleen maar mooi. It ain't nothing like my song, but it do sound like fun. What that song you got in your headphone, can I listen to me some? I know you think I'm a little different, but I'm still somebody's son. Where you go and what you drinking, can I have me one? It's all boa, it's all good, it's all bueno, bene bon. Let's go! We hebben de poolparty gevonden, die is hier te winnen, dus let's get this party started. Bene bon. Let's go!
Gekkigheid, nattigheid en gezelligheid. Nattigheid? Ja. Ja? Ja. Maar waar is de pool dan? Want ik zie buiten een pool, maar binnen is geen pool. Nou, zeg maar, we doen alsof. En we hebben natuurlijk de hot tub buiten. En boven worden gewoon gesplashed. En er zijn waterballonnen. Ja. Dus het wordt één grote splash. We hebben natuurlijk geen zwembad binnen, maar we gaan gewoon doen alsof we in een zwemparadijs zijn. En er zijn waterballonnen, zeg je net? Er zijn waterballonnen. Dus we worden ook echt nat vanavond? We worden nat vanavond. Zwembroek aan. Nee. Waar is je zwembroek? Zwembroek is thuis, want het was een spontane actie. Dus ik heb geen zwembroek aan. Maar als ik wil zwemmen, ja, ga ik gewoon in onderbroek. Je gaat erin. Ik bedoel, jongens kunnen dat gewoon maken, toch? Oké, okay, maar ja. hoeveel, wat krijg je van mij als jij daarin gaat? Dan krijg je een hele hoop geld van jou. We gaan naar binnen. Let's go. Ja, kom gaan. Hoe weet je deze naam ook? Oh, ja.